Ik leg je kort uit hoe de workout eruit ziet. Ik ga hem vanavond uitvoeren. Ik doe de oefening even voor. Het is een circuit, dus je doet hem 3 keer in totaal. Je werkt straks 20 seconden, doe je 1 oefening. Dan krijg je 20 seconden dat je iets vast moet houden. Dus bijvoorbeeld een squat houding of een wall sit. En daarna heb je 20 seconden rust. Dus 1 minuut heb je een klein stukje. Daarna heb je weer de volgende 2 oefeningen. Doet 4 minuten in totaal. Je gaat hem 3 keer uitvoeren. De eerste 2 oefeningen, het is straks als volgt. Ja, je gaat squatten en dan spring je op. Squatten, opspringen. Wanneer je dat hebt gedaan, 20 seconden lang, ga je 20 seconden dit volhouden. Heb je dat gedaan, heb je 20 seconden rust. Heb je al 1 van de 4 oefeningen klaar. De volgende oefening is de push-up. Hij gaat liggen, zodat je lekker gestrekt, handen gestrekt, ongeveer op borsthoogte, en je drukt jezelf op. Dat doe je 20 seconden lang. Heb je dat gedaan, ga je 20 seconden dit zo volhouden. En je kan eventueel de schoudertap gebruiken. Ja, dat is alweer de volgende oefening. Heb je 20 seconden rust, heb je al 2 oefeningen gedaan. De derde is de lunge. Ja, en dit hou je, dit doe je 20 seconden. Ja. Wanneer je dat hebt gedaan, 20 seconden, ga je hem 20 seconden vasthouden. En daarna 20 seconden de andere been. Hiervoor kan je je telefoon gebruiken, ja, of je doet hem iets later op de avond met mij. Ja, ik zet dan altijd de timer, createtimer.nl. Kan je heel makkelijk een kleine workout met een timer begeleiden. Laatste 2 oefeningen. Dus dan heb je 20 seconden rust. Daarna heb je nog 2 oefeningen. De eerste is je gaat liggen. Doe de handen onder je billen en doe heel de dit. Ja? Heb je dat gedaan? Ga je 20 seconden, hou je hem vast. Duidelijk? Dat is hem al. Dan heb je al de 4e oefening gehad en daarna doe je hem nog 3 keer. Je kan deze oefening trouwens ook nog, dat je dit pakt en dat je misschien eventueel voor als buikspieren nog gebruikt, 20 seconden. Ja, dus je kan verschillende oefeningen iets anders doen. Met het opdrukken bijvoorbeeld ook, je kan ook op je knieën. Ja, dus dat je wel blijft doen, dat je op je knieën gaat en je drukt jezelf op. Ja, ik kan ook eventueel op de bank, dat je voeten iets op de bank hebt, dat je het dan opdrukt. Ja? Allemaal verschillende dingen. Succes. Ik ga hem vanavond uitvoeren. En hij komt op YouTube.